In een wereld vol ellende. Ja, ik heb einde van 20 jaar studie sport. Sportelijk. Vol met tegenslagen. Dan denk ik van, wat een brutale snothaap. Vol met kwade bedoelingen. Nee, u keek heel angstvallig. Is er één man die altijd de rust bewaart en die luistert naar de naam... Op zo'n momentje, hup, kap en boom, misschien naar binnen. En normaal schiet je gelijk, maar ik denk, neem aan, hup, boom. Rustig. Nu is het dus de vraag of hij vandaag ook de rust zou kunnen gaan bewaren en eens een paar goaltjes gaat prikken. Ik heb een blouseje aan en mijn haar niet gedaan. Vandaar dat we voor deze oplossing gaan. Dit is echt het lelijkste wat er is, een pet met een shit blouseje. Het enige wat ik moet doen is even de opstelling iets zo aanpassen dat Robben geen weak link heeft met zuiverloon. En Vito Wormgoor heeft veel te weinig pace, want hij kijkt ook veel te vaak naar GTST. Terwijl wij gezellig over voetbal praten, slaat de klok 8 uur. Wat vooraf ging in goede tijden, slechte tijden. Ik ben wel een fan van... Ik kijk het wel regelmatig. Opgemieterd. Vandaar dat we gaan voor Timothy de Rijk, want... Rijk is gewoon een hele goede voetballer, daar ben ik van overtuigd. En Zuiverloon ook, en Vito ook. En het is zo goed als een volledig ademteam met Arjen Robben. Oké, hij heeft een lekker Deens team. Er staat er ook een Nederlander die ik niet ken. Het boeit me geen reet. Er is een team van een Deense competitie. Wat is dit, jongen? Kapot slecht, jongen. Oké, als ik vandaag 3 keer weet te scoren met Tommy in 2 wedstrijden... dan koop ik een Tommy shirt van ADO. Ik koop gewoon een Beugelsdijk shirt. Sowieso. Ik zweer het je, jongen. Maar pas als hij 3 goals gescoord heeft, is hij het geld waard voor het shirt. Oh, nummertje. Dit is niet eens Beugelsdijk. Hij heeft dezelfde opskeer als Beugelsdijk. Dag. Ja, dit potje telt gewoon niet mee, hoor. Rob maar op. Maar aan 10 minuten bezig gaat hij er vandoor. Nee, hoe kom ik tegen dit team dan? Dit is toch veel te goed? What the fuck? Kom op. Nee, man! Ik zeg net, ik ga opnemen, dan kom je alsnog binnen. Kom maar, even je blote bast, hè? Nee, ik zal het wel niet inknippen. Hey, kom hier. Oh, nee! Hup, 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 boom. Doe hem erin dan! Hup. Beugelsdijk, normaal, schiet je gelijk! Kap, boom! Assist van Tommy, hoppa! Rustig! Ik zweer het je, man, deze man is fucking goed in de spit. Mocht je je misschien afvragen waarom ik dan daadwerkelijk een pet draag? Nou, het antwoord zie je hier. Oké, Beugelsdijk. Oh, wat een spit gestaan. En normaal schiet je gelijk. Ah, kut! Beugelsdijk! Rustig! Is het hem? Hij lijkt er verdomd veel op. Hij kan zo verdiend goed koppen, jongen. Rustig! Tommy! Is dat nou Ronaldo die hem zo inkopt? Ja, dat was ik. Nee, ja, heerlijk. Die goer is de volgende mama. Die goer is de mama. En hij gaat weer in de 16. Oh, wat een schot. Oh. Luister nou gewoon naar je moeder, joh, stomkind. Noem me Leeuw Kleine met deze chapsel. Tommy. Beugelsdijk. En dan is het 2-0-3. Oh! Kijk. Rustig. Die kalma. Rustig aan, Ronnie. Rustig. En hij stopt er ook gelijk mee. Was hij net niet al gestopt, zou ook best kunnen, jongen. Ja, dus. Hup, boom. Zo zou hij falikant zijn flikker gekregen van zijn moeder omdat hij niet luisterde naar het net. Vrolijk kerstfeest, iedereen. Ja, dat hele liedje wil je echt checken in de beschrijving, hoor. Als je echt geen zin hebt om je nog iets te doen, dan gaan we het maar gewoon afmaken ook. Pak die bal nou af, Tommy. Je hebt zoveel verdediging. En normaal kijk je gelijk. Hup. Boom. De hat-trick met Tommy is binnen. Het was niet echt moeilijk, moet ik eerlijk zijn. Precies. Passische trekjes van Tom. Is niet normaal. En de bal is voor Tommy. Ah, let's go. Kom erop, man. He, laat Tommy maar de beast in hemzelf los. Waarom staat Chapsels altijd zo centraal in mijn video's? Alles draait om Chapsels. Nee, komt die bal even. Zelfs ik kan niet zo ver duiken op ballen, jongen. Met een banaan. Destruction.
Daarover gesproken, het is deze vakantie gewoon tijd voor een nieuwe Q&A na anderhalf jaar. Daarom wil ik dat jullie je vragen onder in de comments hier gaan stellen. Fucking zeker, dan gaan we weer een nieuwe Q&A maken. Deze week ga ik aan de slag. Maar verwacht geen koppende bananen in zwembad, want ik heb geen zwembad tot mijn beschikking in het pittoreske dorpje waarin ik woon. En het is fucking winter. Je ziet hem zelf, hè? Je ziet hem gewoon zelf. Oh, wat die vingertjes? Oh, lekker. Ah, nee, Tommy. Hoe kun je ook zo een penalty nemen? Oh, gooi back, Jury. Je bent dik. Maar goed, ik vind een pannenkoek wel lekker. Een pannenkoek is ook lekker. En lekker gezond. Nee, dat niet. Stop, Beuzendijk. 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 Ik kan het niet eens nadoen, gek. Hij had niet eens schoten op doel. Hij is geowned. Tommy heeft 5 keer gescoord. En eerlijk is eerlijk. Ado. Is de Ado shirt 70 euro? Wat? Oké. Okay. Ik zei bij 3 goals een shirt. Het werden er 5 en een gemiste penalty. Dus hier is hij dan, Beugelsdijk. Hij is nummertje 25. En ik ga hem bestellen. Fucking ziek, jongen. Ah, dit is het dubbel en dwars waard door 5 goals van 84. 59. Bedankt voor uw bestelling. Hij is complete. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Vond je het vet? Laat een blauw duimpje achter voor Tommy. En oh ja, check nou mijn zombies kanaal in de beschrijving. Ik heb al 30.000 subs. Thanks jullie allemaal. Check de video's die staan en abonneer gewoon. Doe het gewoon, jongen. Ik heb een Tommy shirt.